Goedemiddag. Hoe een gezellige stapavond in Uden een dramatisch einde kreeg. Dat wordt vandaag duidelijk tijdens een rechtszaak over de dood van Juri Edelijn. Hij werd vorig jaar mei op de markt in Uden neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. Twee mannen werden een week later opgepakt. De hoofdverdachte is een Udenaar van 25. Ook een man van 24 uit Erp moet voorkomen. Hij wordt verdacht van openbare geweldpleging. Verslaggever Floyd Ahnen, die volgt de zaak voor ons, is bij de rechtbank in Den Bosch. Ja, Floyd, wat heb je tot nu toe gehoord? Nou, nogmaals het hele feitenrelaas. Wat is er nu eigenlijk gebeurd op die bewuste avond? En ook de twee verklaringen van de verdachte. Wat wel duidelijk is, is dat er die avond bij de verdachte heel veel drank en drugs in zaten. Ecstasy, cocaïne, GHB en sterke drank. De hoofdverdachte zegt ook van ja, ik had op een gegeven moment een blackout. Ik had een schermutseling. Juri die stootte mij aan. En ik had een mes op zak. Dat pakte ik om de groep van me af te houden. En eigenlijk kreeg ik toen een blackout. En weet ik niet meer wat er precies is gebeurd. Maar het feit is wel dat Juri is overleden. Zijn er ook nabestaanden bij vandaag? Ja, die zijn er zeker bij. De moeder van Juri is er. En de vriendin van Juri, die hebben net voor de schorsing hun verhaal gedaan. Ja, dat gaat door merg en been. De moeder zei van, wij hebben levenslang door het verlies van Juri. Mijn enige zoon die me is afgenomen. En de vriendin van Juri zegt, wij hadden plannen om te trouwen. We hadden net een huis, we wilden een gezin stichten. En dat is allemaal gewoon afgenomen door twee, zijn haar woorden, oelewappers. Nu is die zaak nog bezig. Floyd, wat staat er vanmiddag nog op het programma? Nou, vanmiddag komen de persoonlijke omstandigheden van de verdachte aan bod. Er wordt nog een stukje schadevergoeding geëist. Dan gaat het over de euro's. En daarna komt het requisitoor en de pleidooi van de advocaten. En dan later vandaag komt de eis. Floyd bij de rechtbank in Den Bosch, dankjewel. En vanavond om 6:30 onze uitzending hoort u ook meer over deze zaak.